tegen de paal en het is 1-0. Wolters, de verdediger notabene, na 3 minuten voetballen komt HFC op 1-0 voorsprong. Lewis met de voorzetten, Van der Linden loopt hem zo binnen. En dan zijn we nog geen kwartier onderweg, staat het gewoon 3-0. Goeman wil terugkoppen op Potjes. Potjes komt niet naar die bal toe en Van der Leij is erdoor. En Van der Leij gaat naar de 2-0. Ja. Slecht, knullig verdedigd bij GVVV. Van der Leij met de Hartog. Schapers vindt dit een overtreding. Den Hartog niet en dat laat hij weten aan Schapers. Er zit natuurlijk wat frustratie bij de aanvoerder van GVVV. En dan krijgt hij in één moeite door zijn tweede gele kaart. En kan die inrukken. De Kooi. Hartstikke gevaarlijk. Hier, goede voorzet. Die bal uiteindelijk hier net niet in de goal. Goed eruit gehaald daar. De verdedigers van TSC door Zeller. Op tijd en ruimte wordt niet aangepakt. Zet hem dan voor en dat was het mogelijkheidje voor Van Gessel. Je ziet dat zijn ploeg het moeilijk heeft, maar nog wel stand houdt. Met pijn en moeite weliswaar. Dan deze blunder in de verdediging van TSC. Bekoor, ja, deze moet erin toch? Nee, door de paal! Maar de rebound, Dennis Kaars, ja, is dan koelbloedig. En de bal daar op Ignacio, die wordt vastgehouden. Wurmt zich los en dan alsnog die strafschop. Ja, de protesten bij Excelsior Maassluis zijn wel voor te stellen. De kansen zijn er voor AFC. Laatste ontmoeting werd het 4-1 voor AFC. En hier wordt het 3-0, ja. Nick van der Veldhuis komt nog maar net in het veld. 2 minuten. Het waait en dit zijn wel de echte fans. Die Frans Albers, hij is de verzorger van Katwijk. Een hart onder de riem steken, want hij is ongeneeslijk ziek. En vandaar dit voor Frans Albers. Dit wil Katwijk graag, een snelle goal. En daar is de 1-0 en daar gaat men naar die verzorger. Frans Albers, prachtig hoe die jongens met hem omgaan. Mag zelf komen, die bovensloot dan. Asjefai, Asjefai, prachtig! Ho, ho, ho. Wat een goal voor Sapir Asjefai. Geweldige goal. Katwijk overnemen. Sanchez Agulo. Helemaal vrij daar. Van Weerdenburg. Guus van Weerdenburg legt klaar. En weer het schot. Geweldige goal. Rick van der Meer. En de bal bezit dus weer voor Veenhoven. Die mag ver komen. Die wordt getoucheerd door Bram Rossen. Die krijgt geel van scheidsrechter Bronsvoort. Dit is een lekker begin van de tweede helft. Voor Rijnsburgse boys. Dani van der Moot. Met zijn 6e van het seizoen. Ongeslagen. Aan ASH om daar verandering in te brengen. Hier met Lester Pires. 1-0. 10e minuut. Voor de ploeg uit Hendrik Ido Ambacht. Dan kort daarna. 1-1. Door Louis van Zundert. Van Zundert. Dan wordt de bal teruggespeeld. Oh, doelman Franke, wat doe je nu? Hij lijkt daar te vallen. Misschien is het kunstgras daar een tikkeltje aan de hoge kant. Parirog voor het doel vraagt Aldogan alweer. En dit is de 3e van Aldogan. Het is de 5e van Scheveningen. Het is ontluisterend wat Spakenburg laat zien op Houtrust. 5-0 de eindstand. Een bemoedigend klopje van John Blok voor collega Chris de Graaf, die een verschrikkelijk debuut beleeft als hoofdcoach. Het passeerde verdediging, namelijk die van FC Volendam. Maar het is Volendam wat de eerste kans gaat krijgen. Hier met Roy Tol en daar is de 0-1. Na 3 minuten, de rechtsbuiten van jong FC Volendam wordt weggestuurd door Mark Sveerman. Oog in oog met Schaap en dan rondt hij dat toch goed af. En is er in één keer weer heel veel ruimte. 3-3. El Kadiri. Naar zijn linker. Het scheelt dan toch ook weer niet veel. De gevaarlijkste man aan de zijde van jong FC Volendam. Vindt Tol. Echte Volendamse combinatie. En is hier Van Montfort. Van Montfort. 2-3. Jong FC Volendam. Wat een sensatie. De hekkersluiter. Het maakte nog nooit een goal op de Westmaat tegen IJsselmeervogels. Verloor hier 2 jaar geleden zelfs met 7-0. En nu staat het 2-3 voor in de slotfase.